Dag jullie, we zijn op weg naar de opera. Het is zondag 16 januari. Kort voor drie. Sma is al binnen, maar zij sommeerde mij om naar buiten te gaan om de entree te filmen. Het is een opera van Rossini die meer dan 4 uur duurt. Dus voor 7:30 zijn we hier niet buiten, met pauze inbegrepen. Het is een derde keer. Zo een beetje bevallen blijkbaar. Allee, we gaan eens naar de foyer kijken binnen. Tot straks. Voilà. De foyer. Daar zie je de klokjes. Begin om 3 uur, pauze 10:50, einde 7:30. En waar staat de kip? Hier is ze. Een klein straatinterview. Dag mevrouw. Komt u geregeld naar de opera? Niet zo vaak. Niet zo vaak. Het is wel een derde keer, geloof ik. Hè? Tweede keer, ja. Het nieuwjaarsconcert was een 2,5. Ja. Nee, ik kom er best aan. Het is niet veel. Wacht. We zitten rechts. Oké. Naar het vijfde. Ja, zelfs op de vergaan, Jolie. Ik moet een luster gaan filmen. Terwijl, als je goed kijkt, je daar de Wilfried ziet zitten. Ongeveer links van het midden van mijn beeld. Nee, het midden van mijn beeld eigenlijk. Met een muzikale vriendin. Ja, ja. Zullen we maar denken? Hm? Ja. Film jij de luster? Ik ga de luster filmen. Dat meisje. Oké. Zonder van mijn sokkel te vallen. Voilà, het ziet er een beetje griezelig uit, hè? Zo diep. Dat is de luster. Zeg Wilfried, zeg eens dag tegen Julie en een filmpje voor Julie aan het maken. Goedendag. Voor op YouTube te zetten. Die in Amerika zit voor een jaar. Dus, dag Julie, we gaan nu naar een opera van 4 uren. Ja, ze weet je niet, toeristen dat hier niet meer zijn. Zullen we na die 4 uur nog eens terug? Ja, is goed. Dankjewel.
Ik heb er volgens staan, Julie. Veerlicht. Wie hebben we daar? The Lady in Red. En de Sant Peter? Iets van appelkik, denk ik. Een werk u niet onbekend, Julie. Nee, ook niet trouwens. Ik heb het ook gedaan, de bijloken. Werk achter de bar. Sorry.